mevrouw. Ze zijn er. Celblok H is terug bij SBS6. We nemen een kijkje achter de schermen bij de dramaserie die weer heel wat voor ons in petto heeft dit vierde seizoen. Er zit zoveel in dit seizoen. Qua heftigheid, qua list en bedrog, liefde. En een uitsmijter dit jaar. Wat ging er ook alweer aan dit nieuwe seizoen vooraf? Suus komt na de moord op Dylan Holt weer terug in de Bankert. Tot groot genoegen van haar grootste vijand. Jij bent eigendom van de Bankert. En de Bankert is mijn gevangenis. Maar het beleid van Brinkhorst wordt al ruime tijd in twijfel getrokken. En Suus zal er dan ook alles aan doen om haar van haar directiepositie te krijgen. We hebben een probleem. Ik kan hier nu een eind aan maken. Geen straffen. En als er nieuwe maatregelen genomen worden, vraagt u dat eerst aan mij. Ondertussen maakt niemand minder dan Freddy kans op vrijlating. Denkt u dat u klaar bent om weer een volwaardig lid te worden van de maatschappij? Ja. En blijkt dat Brinkhorst met ernstige stoornissen kampt door een gebeurtenis uit het verleden. Ik zal alles en iedereen vernietigen! Ik wil weten wie die Jana is. Weet je nog dat ik je vertelde over die jonge vrouw wiens baby is afgenomen? Ja, door een sociaal werker toch? Dat was Jana. Suus maakt meer vijanden. Ze weet zelfs haar grootste bewonderaar tegen zich te keren. Hey, what the fuck? Geef geen ene moer om die vrouw eens dan terug bullshit van jou, oké? Als de geschiedenis zich herhaalt, draait Brinkhorst volledig door. Het gaat om de baby van Breveld. Hij is verdwenen. Laat hem los. Ik wil gewoon dat hij rust had. Het chaos regeert, zal oogsten wat hij zaait. Waar vrouwen van verschillende lagen de gevangenis verlaten. Pas je goed op mijn meisjes. Altijd. Fuckers, please! Zorgt vers bloed voor nieuwe spanningen in het vierde seizoen. We vinden de acteurs terug op de plek waar het vorig jaar allemaal eindigde. Kijk. Het seizoen begint dat ik natuurlijk best wel leeg ben, depressief en op. En nergens meer echt zin in heb. Want de brand is geweest, daar komen we van terug met z'n allen. Ik weet ook nog dat ik dacht, oh jezus, is dat alles wat ik dan moet spelen? Ingewikkeld. Het is makkelijker om wraak te spelen of om heel erg verdrietig te zijn. Maar die leegte vond ik heel spannend om te doen. Wat is er nou met jou? Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat er iets gaat gebeuren. Iets. En er staat iets te gebeuren. Want waar Suus dacht dat ze van haar grootste vijand af was, treffen we haar in een groen gevangenenpak. Na het derde seizoen en ik opgepakt werd, was ik ook wel een beetje onzeker van, ja, wat gaat er dan met mijn rol gebeuren? Een vriendin van mij zei, nou, het zou wel een grap zijn als je dan in de bank terechtkomt, weet je wel. En dat is gewoon gebeurd, dus dat vond ik natuurlijk wel grappig. Het is veel gevarieerder. In dit kantoor ben je toch ook gewoon heel erg de directeur en in dat pakje ook. En zo moet je je ook gedragen. En dan slinkse wegen kan ik dan nog wel eens wat manipuleren. Terwijl in de cel ben je gewoon veel vrijer eigenlijk, als, voor mij als karakter om te spelen. En het is ook gezelliger, want je zit gewoon meer met de vrouwen onderling. Dus het bevalt me eigenlijk wel. Gevangenen te zijn. We treffen meer mensen die nieuw zijn binnen de muren van de Bankert. Zo zien we dit seizoen ook Kaat in de cel. In de laatste aflevering van seizoen 3 kom ik de gevangenis in. Ik denk dus dat ik door Suus in de gevangenis zit. Dus zij is maar echt mijn grootste vijand.
En ik probeer ook van haar topdocfunctie te verslaan. En ik ga daar vrij ver in. Dat heb ik pittig gedaan. Helemaal nieuw in de serie is Loes Haverkort. Ook wel bekend van de spannende SBS6-serie De Jacht. Ik ben er ook vandaan. Die auditie vond ik al superleuk om te doen, omdat het echt best wel extreem... dat ik best wel extreem mocht spelen. Kaat, wil je spreken? Suus gaat niet bij de mensen langs. De mensen komen naar Suus. Ja, dat vond ik echt heel erg kicken. Dus dan dacht ik wel, oh, dat lijkt me echt heel erg leuk om te doen. Niks is zeker in de Bankert, maar één ding staat als een paal boven water. Het belooft het heftigste seizoen ooit te worden. Het is allemaal, als je het vergelijkt met de meeste Nederlandse series, net iets gedurfde, net iets meer met een randje. Elk personage heeft een ontwikkeling die heel erg aan het hart gaat. Het wordt alleen maar intenser en heftiger. Het raakt je ook. Er zijn echt wel een aantal lijntjes die mij ontroerd hebben. Maar dit seizoen zit echt scènes bij dat je denkt... Het nieuwe seizoen Celblok H. Elke maandag om 8:30 bij SBS6.